Ja, ja, 27 jaar oud. Oeh. Hey. Lekker hoor. Ouder worden. Lekker auto rijden, geen huiswerk. En geen ouders die je vertellen wat je wel en niet mag doen. Tegenwoordig worden we ook steeds ouder. 500 jaar geleden werd een mens gemiddeld 35 jaar. En nu is dat rond de 80. Dat komt doordat we betere hygiëne hebben, betere dokters en gezonder eten. Oh ja, één ding. Ouder worden betekent niet alleen dat we op onze verjaardag een getalletje bij mogen schrijven, maar ook ons lichaam wordt elke dag een stukje ouder. Dat is fijn als je jong bent, want dan word je telkens groter, sterker en slimmer. Maar wat gebeurt er als je een stuk ouder begint te worden? Je krijgt grijze haren en rimpels en er gebeurt nog veel meer. Zo. Even een potje voetballen. Zo. Oh, mijn rug. Oh. Oh. Mocht je je afvragen, wat heeft hij nou aan? Nou, dit is een pak dat mij een klein beetje het gevoel geeft van wat er met je lichaam gebeurt als je ouder wordt. Zoals minder goed kunnen bewegen, minder goed zien. Golazo! En? Goeie actie. Wat zei je? Goeie actie. Minder goed horen. Wat zeg je nou? Actie! Oh, dat hoorde ik wel. Wat ook verandert als je ouder wordt, is dat je spierkracht verliest. Je krijgt allerlei kwaaltjes, zoals trillende handen. En wat ook slechter wordt, dat is je... Wat was mijn tekst ook weer? Je geheugen. Oh ja, je geheugen wordt ook slechter. Al met al, je lichaam werkt niet meer zoals je dat gewend was. Maar waarom eigenlijk niet? Dat weet Peter. Hij is verouderingsbioloog. En ook onder de indruk van deze fantastische ratslag. Soepel, dat doe ik je niet na. Ja, hè? Maar grote kans dat ik over 50 jaar niet zo soepel dit doe. Waarom is dat? Nou, dat heeft alles te maken met wat ik hier onder de microscoop heb liggen. Kijk maar eens. Nou, graag. Ik zie een sliert en een soort smiley. Ja. Zonder ogen? Die slierten, dat zijn eigenlijk cellen. De bouwstenen waaruit alles in ons lijf bestaat. Alles? Dus mijn hersenen, mijn hart, mijn darmen? Ja, al onze organen bestaan uit cellen eigenlijk. En het zijn er zoveel, wel miljarden. Meer dan alle zandkorrels van de stranden van Nederland bij elkaar opgeteld. Wauw. En dat zit allemaal in mijn lichaam? Ja, en de reden dat je er zoveel hebt, is omdat cellen iets heel gaafs kunnen. Ze kunnen namelijk delen. En daarom groeien. Nog voor je geboren wordt, begin je in de buik als één cel. Maar deze deelt zichzelf op in twee cellen. Twee cellen worden vier en zo krijg je een steeds grotere hoop cellen die samen je lichaam vormen. Een lichaam dat groeit omdat er steeds meer cellen bij komen. Maar Peter, ik neem aan dat cellen niet blijven delen, want wij blijven niet altijd groeien. Op een gegeven moment zijn we toch af? Ja, veel van onze organen zijn af als ze volwassen zijn. Denk aan je lever, je nieren, je hersenen. Maar er zijn ook organen waarin de cellen wel blijven delen. Denk aan je darmen of aan je huid. Dat zit zo. Stel, dit is je knie. En dit zijn al die celletjes die daarin zitten. Je gaat een keer fietsen, je maakt een stuurfout en... Tap, tap! Je haalt je knie open en de huidcellen gaan kapot. Maar dan gaan andere huidcellen weer delen. Weet je nog? En daarmee vullen ze de plek van schade met nieuwe cellen. Zo wordt het lichaam dus gerepareerd. Eigenlijk een soort van vernieuwd. Ik ben helemaal fan van mijn cellen. Lekker bezig, jongens. Alleen we worden ook ouder. En daar hebben die cellen ook wat mee te maken, toch? Ja, dat klopt. Ons lichaam zit vol cellen die zichzelf kunnen delen om ons lichaam te doen groeien, te repareren en te vernieuwen. En toch worden we ouder. Waarom wordt ons lichaam ouder? Dat is eigenlijk heel simpel. Schade. Hoe langer we ons lichaam gebruiken, hoe meer de cellen in dat lichaam schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een fiets. Hè? Als een fiets oud is en je hebt hem veel gebruikt, dan is er roest op de ketting en zijn spaken kapot en hij ziet er minder mooi uit. Dan een fiets die net nieuw is natuurlijk. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook met de cellen in ons lichaam. Aha. Dus een 80-jarige die heeft zijn lichaam en cellen meer gebruikt dan bijvoorbeeld een 12-jarige. Ja, zo iemand van 80 heeft natuurlijk meer in de zon gezeten en heeft meer slechte dingen gegeten en gedronken, is actiever geweest. Dus ja, de cellen in dat lichaam hebben meer schade gekregen.
Ja, wat zie ik hier? Nou, met dit soort krachtige lasers kunnen we heel goed kijken wat binnenin een cel gebeurt. Dus wat we bijvoorbeeld nu hebben gedaan hier, is dat we de schade in zo'n cel hebben zichtbaar gemaakt. Dus dat rode wat je hier ziet, is allemaal schade. En die werken ook minder goed? Nee, die cellen werken eigenlijk zelf best nog wel aardig. Alleen wat die doet, is die scheidt de hele dag door allemaal stofjes naar de omgeving uit. Vergelijk dat met een beetje met zand. Als het in een motor komt, dan functioneert die ook minder goed. Ah. Dus als we jong zijn, dan hebben we weinig beschadigde cellen. Dus er is relatief weinig zand in het systeem. En dan functioneren onze organen en doen ze wat ze moeten doen. En hoe ouder we worden, hoe meer van het zand eigenlijk in ons lijf terechtkomt. En dan gaan onze organen minder goed functioneren. En dat is veroudering. Want met zand in de motor gaat er van alles achteruit. Je zintuigen. Ik zei het toch in mijn voeten? Je spierkracht. En ook in je lichaam gebeurt er van alles. Je hart gaat bloed wat minder goed rondpompen. Je longen nemen net wat minder lucht op. Allemaal doordat onze cellen steeds minder goed werken.